Snelst groeiende sport, padel nu ook in Apeldoorn. En prinsesjes en prinsjes mochten gratis met de stoomtrein. Het is de snelst groeiende sport van dit moment. Het heet padel. Vrijdag werd het eerste padelveld bij Sport Kerschoten in Apeldoorn officieel in gebruik genomen. De wethouders Nathan Stukken van Sport en Detlef Sizo van Financiën verrichtten de opening. Pal voor de opening had wethouder Detlef Sizo nog een verrassing voor zijn collega Nathan Stukker in petto. Ik heb er eentje voor jou. Ik wil hem al aankomen. Nee. En eentje voor mij, dames en heren. U zult zich afvragen, welk shirt is dit? Uiteraard van het Duitse nationale elftal uit 1974. Dat kan niet meer stuk. Door het weghalen van de doeken was het eerste padelveld van Apeldoorn officieel geopend. Na de opening werd een demonstratiewedstrijd gespeeld waarin duidelijk te zien is dat padel een combinatie is tussen tennis en squash. Het padelveld staat in de tennishal van Sport Kerschoten en dat is bewust gedaan. We gebruiken de tennishal in de zomerperiode gewoon een heel stuk minder. Dus we waren al langere tijd op zoek naar een goede invulling voor de binnenbaan in de zomermaanden. In de winter zitten we heel erg vol, maar in de zomermaanden nog niet. Dus dan ga je in gesprek met meerdere partijen, onder andere dan uiteindelijk met Acres. En we wilden graag padel naar Apeldoorn brengen. En we hebben gezocht voor een buitenlocatie. Het voordeel nu is dat je het hele jaar door, of de hele zomer door kan spelen, ook als het eventueel slecht weer is. De laatste week natuurlijk hartstikke mooi weer, maar als het slechte weer is en het regent, dan kun je hier toch doorspelen. Dan gaat het, zo ik gezien heb, wel ten koste van één baan van de tennis. Denkt u dat hij daarmee kan concurreren? Concurreren. Het is nu de eerste fase van uitproberen. En we gaan 6 maanden een proef draaien met deze baan. En als er succes is, dan is het wel de bedoeling om meer banen aan te leggen. Voor het organiseren van toernooien en competitie heb je inderdaad wel meer banen nodig dan één. Als je hier kijkt, dan zie je toch dat zo'n padelbaan, dat die toch eigenlijk de ruimte inneemt van een gewone tennisbaan. Ja, dat klopt. Er zijn wel verschillende mogelijkheden om de baan ook eventueel anders neer te leggen. Bijvoorbeeld 3-op-2 banen. Daarin wordt nog wel regelmatig eigenlijk verschoven of geschoven. Maar dit was de ideale plaats eigenlijk om één tennisbaan nu hier in de hal, omdat er maar 3 banen zijn in te nemen. Padel komt van oorsprong uit Mexico en sinds een paar jaar nog maar is deze sport razend populair in de West-Europese landen. Inmiddels wordt de tennisvariant door 9 miljoen mensen wereldwijd in ruim 24 verschillende landen gespeeld. Ook de 2 wethouders mochten het nieuwe spel even uitproberen. Meneer Sizo, u heeft net een balletje geslagen. Hoe vond u het? Vermoeiend. Ik moet zeggen, ik heb de laatste 4 jaar in het college nog niet zo hard hoeven te zweten. Hoe vond u het in relatie tot tennissen? Wennen, heel erg wennen. Het is toch een heel ander gevoel als je de bal raakt. Het is niet 1-op-1 toepasbaar. Nou heeft de gemeente hierin geparticipeerd in deze aanleg, door middel van Acres, meen ik. Wat heeft de gemeente hier verder mee voor? Eigenlijk niet. Acres en Sport Kerschoten zorgen hier natuurlijk voor. Het enige wat wij kunnen doen is zeggen dat het hartstikke leuk is. En dat doe ik bij deze. Nathan, we hebben je vanmiddag bezig gezien met padel. Hoe vond je dat? Ik vond het een fantastisch leuk spelletje. Het is heel erg anders dan tennis. Het is echt een combi tussen tennis en squash. Je moet flink doorhalen. Maar vooral het feit dat je die bal kunt terugkrijgen via de achterkant van het veld, zeg maar, is heel erg leuk. We hebben je gezien. Was dat de eerste keer dat je het speelde? Ja, dat was mijn eerste keer. Ik ben toevallig wel lid hier bij Kerschoten. Hier tennis ook heel vaak. Maar het is de eerste keer dat ik gespeeld heb, ja. Wat vond je nou met name het leuke van het spel? Nou, het is heel erg snel. Het is heel erg gevarieerd, dus je kunt heel erg, zeg maar, de bal via allerlei hoeken spelen. Plus het feit dat, zeg maar, je flink moet doorslaan, maakt het spel wat gelijkwaardig is tussen de tegenstanders. En hoe vond je het om als wethouder te doen? Nou, niet anders dan tennis. Het blijft een hartstikke leuk spel. Dus ik kan het iedereen aanraden. Kom ik er langs, probeer het een keer. Het is hartstikke leuk. De komende 2 weken kunnen nieuwsgierigen het padelspel bij Sport Kerschoten komen uitproberen. Zij krijgen dan 2 lessen voor een gereduceerde prijs, inclusief het gebruik van de rackets. Op beide Pinksterdagen mochten kinderen die verkleed waren als prinses of prins een gratis ritje met de stoomtrein maken. Een leuk idee, maar toch was de animo wat magertjes. Hebt u al veel koninklijke hoogheden gespot vandaag? Nog helemaal niet. Ze zullen nog wel wat later op gaan staan, denk ik. Ze zijn er allemaal nog niet. Het zijn allemaal prinsessen op de ert? Misschien wel, maar ik hoop dat ze dan beter slapen. Waarom is er vandaag een speciaal een prins- en prinsessendag?
Een paar jaar geleden was met Pinksteren 200 jaar Koninkrijk. En wij dachten, we gaan die traditie een beetje in ere houden om een beetje het prinsen- en prinsessenthema te doen. En natuurlijk rijden wij over de Koningslijn. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje speciaal om iets met prinsen en prinsessen te doen. De opkomst is eigenlijk niet zo groot qua prinsen en prinsessen, hè? Nee, de prins en prinsessen niet. Maar als je om je heen kijkt, het normale publiek, dat is in volle mate vandaag aanwezig. Dus we mogen niet klagen. De normale dienstregeling, hoe ziet die eruit? Wij beginnen 's ochtends in Beekbergen. Hier wordt onze locomotief opgestookt. Dan rijden wij met mensen naar Apeldoorn. En vanaf Apeldoorn rijden wij weer terug via Eerbeek, weer terug naar Apeldoorn. En op de terugweg stoppen wij hier, 3 kwartier. En zoals jullie achter mij zien, wordt de locomotief hier voorzien voor kolen, water. En kunnen mensen onze grote werkplaats bekijken. Een enkel prinsesje was op het station van Apeldoorn te vinden. Zij hield zich netjes aan het protocol door vooral niet veel te zeggen. En vond je dat leuk om met de trein te gaan? Ja. Wat hoop je te zien onderweg? Ja. Ga je naar de koetjes kijken? Ja. Naar de bomen? Loop jij er altijd zo bij? Ja. In de trein zat prinses Emma. Zij was gelukkig wel wat spraakzamer. Wat heb jij een mooie jurk aan? Draag je zoiets ook altijd naar school? Nee. Jij wist dat het vandaag Prinsessen- en Prinsendag was? Ja. En was je wel eens eerder met de stoomtrein geweest? Nee. Dus dit was een mooie gelegenheid om eens te gaan? Ja. En wat hoop je allemaal te zien onderweg? Het landschap en oude treinen. Vind je oude treinen leuk? Ja. Wat is daar zo leuk aan dan? Dan zie je een beetje hoe vroeger was en hoe het van binnen eruit zag. En nu is het weer luxer dan vroeger. Je reist wel eens in gewone treinen dus, de moderne treinen. Ja. Vind je niet zoveel aan? Soms wel, soms niet. De Veluwse Stoomtreinmaatschappij organiseerde dit jonge koninklijk uitje. Zijn er nog meer speciale acties dit jaar? Nou ja, wij rijden iedere zondag tot en met eind oktober. In de zomermaanden hebben wij naast de stoomtrein ook nog een ritje met de boot. Dan kun je de combinatie maken met stoomtrein over de Veluwe en natuurlijk daarna per boot naar Zutphen. Dus dat is zeker een aanrader. En natuurlijk in september bij ons grootste stoomevenement van Nederland, waar alles rijdt wat rijden kan en dan wordt het 1 groot feest. Door wie wordt deze organisatie gerund, de VSM? Wij zijn een organisatie die alleen maar bestaat uit vrijwilligers. Van onze directieleden tot het treinpersoneel, werkplaats. Niemand wordt bij ons betaald. Dus uitsluitend vrijwilligers. Hoeveel prinsesjes en prinsjes uiteindelijk de stoomtreinrit hebben gemaakt, is niet bekend. Morgen is het wisselend bewolkt en droog. Er staat amper wind en het wordt ongeveer 15 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en kan er een buitje vallen. Het koelt af naar een graad of 9. Woensdag en donderdag zijn er geregeld buien, staat er een stevige wind en wordt het 17 graden.